Dus ik dacht, shit, hoe ga ik dat oplossen? Ja, ik dacht, nee, wat heb ik nog meer? Oh, ik heb ook kruidenboter. En ik dacht, kruidenboter is lekker. Chocolade aangeslag is lekker. Lekker plus lekker is ook lekker. Lijkt mij als het uitgekost. Ja, hoi. Heb jij last van Fear of Missing Out? Ofwel FOMO? Wij wel. Club Next zoekt uit hoe je hier in hemelsnaam mee deelt. Elke aflevering een nieuw thema en een nieuwe gast. Dit is FOMOfiel, de podcast die je niet wil missen. We schrijven de 8e aflevering van FOMOfiel. Elke aflevering hebben we het over The Fear of Missing Out met diverse thema's. Wij zijn Julia Koopman, ik ben Veerle Hofkens en we zijn van Club Next. Het jongere platform wat je laat weten wat er speelt onder onze generatie. En deze aflevering gaat over het thema eten. Ja, en je kan meeluisteren, maar je kan dus sinds kort ook meekijken. Want daar staat een camera, daar staat een camera. Hallo, je kan meekijken op YouTube. En we gaan het dus hebben vandaag over eten. Want met al die food hypes, fit girls, fit boys op Instagram. Ja, hoe ver ga jij met dat gezonde eten? Hoeveel hou je daaruit? Want een bitterbal op zijn tijd moet ook kunnen. En daarom zitten we hier vandaag met een van de belangrijkste food influencers van Nederland. Eke Bosman, a.k.a. Snackspair. Jawel. Hey. Ja, jij bent wel echt een begrip in de snackwereld. Ze zeggen het. Ik kan het weten. Jij kan het weten. Ja, nee, het is echt uit de hand gelopen. Ja. Het is begonnen als grap en nu word ik gezien als een autoriteit op snackgebied. En ja. Er zijn ook frietverenigingen die mij contacten of ik wil meewerken aan een of ander boek of zo. Het is zo gek. Terwijl al die mensen hebben een passie en zo in rondring gegooid. En ik zeg maar wat over snacks en ik zeg of het lekker is of niet. En dan moet je nou niet verklappen. Ik heb er geen eens voor gestudeerd en zo. Ik snap helemaal niks van. Nee. Ja, ik moet wel bekennen, ik sta dus... Het komt voor dat ik in de Lidl of in de Albert Heijn sta... en dat ik jouw Instagram-account erbij pak... en dan dus ga kijken wat jij over die kipnuggets zegt. En op basis daarvan het koop, of niet? Bizar. Ja. Ja. Voor de mensen die je niet kennen, ja. Je eet dus veel snacks. Ja. Je hebt een passie voor en je schrijft daarover. Zeker. Ja, recensies. Ik beoordeel ze en zo kunnen mensen weten... of ze een bepaalde snack uit de supermarkt... of van een restaurant of van een fastfoodketen... wel of niet moet kopen. Ja. Dat is het eigenlijk heel simpel. Transparante journalistiek eigenlijk wel. Ontzettend. Wij zijn ontzettend benieuwd naar jouw lievelingssnack, maar die gaan we bewaren tot het einde, het lekkerste voor het laatst. En jij schrijft natuurlijk recensies over snacks. Wij waren ook heel benieuwd wat anderen van jou vinden. Oh god. Maar ja. Daarover later meer. Ja, we hebben wel een idee, maar ja, okay. Kom op terug. Ja, goed, okay. We beginnen met de beginvraag. Wat was jouw FOMO-moment van de week? Ja, ik ga het nu heel vervelend doen, maar ik heb eigenlijk nooit last van FOMO. Ja, het is wel zo dat ik echt heel vaak nog denk, van, ik wil weer terug naar New York. Dat is echt mijn favoriete plek. Ik ben er inmiddels iets van 5 keer geweest en nu, ik vind het fantastisch. En elke keer denk ik, oh, ik wil weer terug naar New York. Dus in dat geval mis ik dat wel. Maar een bepaald FOMO-moment ergens bij willen zijn, dat heb ik eigenlijk nooit. Heerlijk. Nee, wat doe je hier eigenlijk in de FOMO-film? Ja, ja, ik wilde dit niet missen natuurlijk. Hey, hey. Mooi. Lekker. En Jul, jij? Ja, ik heb wel iets heel groots gemist. Ik ben tegenwoordig dus zo iemand, zo'n vreselijk iemand uit de Randstad, die dus alleen nog maar koffie met havermelk drinkt. Ik ging dit weekend naar mijn ouders met de trein en zodra je natuurlijk één stap buiten de A10 zet, kennen ze havermelk helemaal niet. Dus ik ga altijd, als ik met de trein ga, even een koffietje aan. Maar daar hadden ze dus geen havermelk. En dat vond ik heel jammer. Nou, wil ik toch even het opnemen voor buiten de Randstad, hoor. Breda hebben ze wel havermelk. Echt? Ja. Oh. Deventer volgens mij niet, waar ik vandaan kom. Hé, hey, kom je uit Deventer? Ik kom uit Demta. 0570, jongen. Eagles till I die. Ja, ik kom uit Zutphen. Oh, je komt uit Zutphen, ja, joh! Maar dat is wel heel erg geitenwolle sokken. Dus daar hebben ze het dan ook weer wel. Maar tussen Zutphen, Deventer en Breda en de A10... Geen havermelk. Geen havermelk. Jammer. Een gemis. Ja. Wat was jouw FOMO-moment? Ja, ik heb mijn jas gemist. Een jas gemist? Ja. Wat? Want wat was koud natuurlijk. Het was een beetje koud. Nou, een paar weken geleden ging ik naar mijn ouders, die wonen dus in Breda. En ik had mijn jas daar laten liggen. Ik was in de auto teruggegaan en ik was gewoon mijn jas vergeten. Natuurlijk een stuk warm in de verre zijde. Ja, daar heb je toch ook helemaal geen jas nodig. Nee, precies. En toen was ik hier weer in Amsterdam en ik had geen jas. Dus ik had alleen maar mijn dunne leren jasje. Dus ik wou net zeggen, had jij weer dat leren jasje van je? Ja. Want altijd als ik jou weer in dat leren jasje zie, dan denk ik, meid, pas nou toch op. Zo vat je toch kou? Ja, maar ja, dat was dus wel met een reden. Heb je ervan geleerd? Ik heb er ontzettend van geleerd. Ik heb hem ook opgehaald. Ik kon niet meer zonder. Oh. Nou, wat we in ieder geval allemaal hebben gemist, gaan we even behandelen in Miss Poes. Miss Poes.
We hebben een sensationele ruzie gemist. In het Duitse Bielefeld kregen vier meisjes voor de flat waarin zij woonden, kregen ze ruzie over een zak chips. Nou, okay. Ze vlogen elkaar in de haren. En omstanders die probeerden ze uit elkaar te halen. En op dat moment kwamen allerlei familieleden van die vier meisjes uit dat flatgebouw gerend. En begonnen helemaal met elkaar te vechten. Politie kwam met 7 patrouillewagens naar het plaatsdelict. Huh? Er bleken 20 tot 30 betrokkenen te zijn. En er zijn 10 gewonden gevallen. Wat? Om één zak chips? Ja. Maar wat voor chips was het dan? Ja, dat stond er niet bij. Hoe dan niet? Als het gewoon Bolognese chips waren, dan denk ik, ja oké, dan snap ik wel dat je daar ruzie om maakt. Maar als het gewoon naturel was, denk ik, joh, ga gewoon terug naar de supermarkt. Wat denk je dan wat het voor chips het was? Ik denk dat dit gewoon een patatje joppie chips was. En heel zeldzaam uit Nederland. En daarom dat ze daarom het ruzie over maakt in Duitsland. Omdat die echt daar nergens te verkrijgen is. Ja. Het mist context. Ja, dat denk ik ook. Joel, wat is het je verhaal? Je moet verder uitgezocht worden. Sorry, dat is helemaal waar. Maar ik was wel even benieuwd, Eke. Ja, zeg van eens. Welke chips kan jij agressief worden? Van welke chips kan ik... Jij patatje joppie eigenlijk. Ik vind Cheetos dus ook helemaal niet lekker. Oh, nee, hou ik ook niet zo van. Ik snap die mensen. Daar word ik echt woedend van. Bugels. Ja? Hou je ervan? Wat hebben mensen met bugels? Ik snap er ook niks van. Dan willen echt mensen dippen dat in. En dan, dus, ja, dan is het nog enigszins te doen. Maar waarom dat je überhaupt iets saus nodig hebt om bugels lekker te maken? Zeg genoeg. Dan gaat er wel iets mis. Ja. Mensen die bugels, of wat dacht je van die gezonde chips, die groentechips. Dat is verschrikkelijk ook. Dat heb ik nooit op. Goed. Ik word echt woedend, merk. Leuk, deze agressie. Leuk. Dit kunnen we ook niet missen. Vooral voor de mensen die het uitgaan zo missen. Mm-hmm. De introductie van... Gin tonic, yoga. Bij de Fun Workout Studio in Delft hebben ze dat deze week geïntroduceerd. Als alternatief voor de vrijdagmiddagborrel. Nou, het is toch leuk om een feestje te vervangen. Nou, lekker zeg. Tussen de downward facing dog neem je dan een slokje. En de zonnegroet doe je met je glas gin tonic. Hoe kun je dan überhaupt nog staan als je al aan het drinken bent? Nou, dat zeggen zij dus. De yoga docent zei, door die gin tonics wordt het juist makkelijker om al die poses te doen. Oh, je wordt soepeler? Ja. Natuurlijk. Ja. Een soort van geiten-yoga, maar dan met gin tonic. Ja, maar ik wilde net zeggen, staan er ook geiten tussen of zo? Misschien is dat wel een gat in de markt. Misschien op aanvraag. Leuke mispoesnieuwtjes, Jules. Dank. Nou, de stellingen, daar kunnen we mee van start gaan. Ik denk dat heel veel luisteraars wel het dubio kennen tussen gezond versus ongezond eten. En hoe zorg je nou dat je wel geniet, maar dat je niet schuldig voelt tegenover het klimaat, tegenover jezelf, tegenover je partner? Eerste stelling, je bent wat je eet. En ik aan jou de meest gestelde vraag van onze luisteraars. Ja. Eet jij ook wel gezond? Ja, meer. Ik eet vaker gezond dan snacken. Maar ik toon dat alleen niet. Ik laat dat nooit zien natuurlijk. Hier, kijk mij een salade eten. Maar ik ga vanavond wel weer iets gezonds eten bijvoorbeeld. Oh ja. En het is dat ik plaats iets van 4 recensies per week. Ja. En dat zijn dus 4 snacks. Maar die 4 snacks heb ik misschien ook wel... heb ik 2 daarvan op 1 dag gegeten. Dus wat doe ik met die resterende dingen? Gezond ontbijten, licht lunchen en dan lekker gezond eten. Dit is s'avonds. Wel wat iedereen wilde weten. Het waarom ben je geen allemaal tientonner? Balans. Oké, dat is wel een geruststelling. Ja. Dus je eet ook wel gezond. Ja, zeker. Okay. En dat is ook lekker hoor. Maar ben je ook wat je eet? Ik vind van wel, eigenlijk. Want je ziet er wel aan iemand wat diegene eet, ook hoe die persoon is. Als het iemand is die echt met de gezelligheid mee eet, maar of je bent iemand die met vrienden naar een restaurant gaat en diegene bestelt als enige een salade, en terwijl de rest lekker een mooi vol gerecht nemen, dan zegt dat ook over een persoon, denk vind ik. Jullie kijken me betwijfelend aan. Ik vind het confronterend, want ik herken dit wel een beetje. Ik wil vaak zo iemand zijn die dan altijd alleen maar gezellig mee eet. Maar ik ben wel vaak bewust van dat ik ook gezond wil eten. En dat ik dus dan... Of dat ik bijvoorbeeld avonden niet drink. En dat is dan vaak inderdaad wel de maar saaie optie. Met drinken vind ik ook helemaal geen probleem of zo. Ik denk dat ik vind drinken... Mensen die geen alcohol drinken, dat is toch helemaal prima. Ik snap dat die hele huis aan niet. Dat mensen andere mensen beoordelen omdat ze geen alcohol drinken. Omdat ze dan niet gezellig zijn. Niet gezellig. Nou, de meeste mensen die geen alcohol drinken, zijn juist gezelliger, vind ik.
Maar als je nou de keuze hebt en je gaat het eten tussen een beetje een ongezonde, vettige maaltijd en een groene salade. Ja, oké. Okay. Ik was misschien ook niet zo gefocust op echt het uiteten gaan. Maar dan laat ik al mijn principes, gooi ik overboord. 3 kroketten, 5 vitamina. Ja, dat kan dan wel. Gezond. Nou, ik hou heel erg van die kaasplankjes. Ik vind kaas zo ontzettend lekker. En als je dan een kaasplankje hebt en mensen hebben dat gekocht voor je en denk, oh nee, ik koop het nooit zelf, want dan gaat het helemaal mis. Oh, na dat kaasplankje zit ik echt, ik eet daar zoveel veel van. Wanneer is de laatste keer? Ja, een week geleden, denk ik. Wat staat er allemaal op? Oh nee, ik hou niet van die blauwe kaas. Daar hou ik niet van. Dat is juist echt mijn fout. Want er blijft er niet veel over van een kaasplankje, toch? Nou, je hebt er heel veel, hoor. Echt? Ja. Kijk, de reden dat ik geen kaasplankje besteld is vanwege die blauwe kazen. Oh nee, daar hou ik ook niet van. Nee, maar ik geef jou aan jullie aangeven. Oh, je vindt het verschrikkelijk? Ik vind dat echt niet lekker. Nee, ik ook niet. Tik hem aan. Nou, dan kunnen jullie een kaasplankje delen. Nou, gezellig. Maar, want jij deelt wel veel snacks. En ik heb wel eerder een confessie gedaan, maar ik kan dus ook wel, als ik die snacks bij jou zie, dan heb ik helemaal FOMO over die snack. Dan wil ik dat op dat moment, wil ik ook gewoon zo'n burger eten. Ja. Ben jij je ook bewust van jouw positie als influencer en als ongezonde influencer? Enigszins wel. Maar aan de andere kant, ik ben niet zo'n influencer die zegt, oh, dit is mijn dagritme. Kijk hoe ik mijn dag heb ingedeeld. En ik ontbijt met dit, ik ontbijt dat. Dit is zoveel calorieën. Kijk wat je mee kan doen en zo. Ja. Oh, kijk mij nu zoveel wegen. Er zijn heel veel influencers die dat wel doen. Die zeggen van, nou, omdat ik vanochtend een banaan heb gegeten, mag ik vandaag een lekker mueslireepje. En die vertellen ook hoe ze omgaan met eten. Want ik doe dat niet. Ik doe eigenlijk echt puur recensies. Ja. En het is meer, doe mee wat je wil. Maar ik promote het natuurlijk wel. Ja. Gewoon dat als iets super lekker is, zeg ik, je moet dit eten deze week nog. Ja. Maar je bent eigenlijk daarin helemaal tegenovergesteld van al die food influencers die alleen maar, wat je net zegt, hun dagelijkse dieet uploaden en waarvan iedereen zegt, oh, je moet gezond eten. Maar jij doorbreekt eigenlijk de snackschaamte. Ja, maar ook, inderdaad, de snackschaamte. Maar je mag, doe gewoon lekker normaal. Dat doe jou gek genoeg wat ding? Betreft eten. Snackschaamte? Nou ja, mensen delen niet zo snel een frikandel op een timeline. Maar als ze het lekker bij sla zitten te eten, zo'n lekker bakje sla, dan vinden ze het wel fantastisch om het te delen. En de vraag is dat überhaupt gezond? Als je kijkt naar zo'n Rens Kroes, die eet dan klei en raadt dat aan mensen aan. Dat is zelfs voedingscentra die zeggen, dit moet je echt niet opvolgen. Nee. Terwijl zij pretendeert heel gezond te zijn, denk ik, laten we het gewoon een beetje normaal doen. Ja. Ja, mensen vinden het leuk om te delen als je gezond eet, maar niemand lekker deelt bezig. Een kroket. Nee. Nee. Oh, ik heb het juist wel omgekeerd, hoor. Want ik heb recentelijk... Wat voor wereld leef jij? Ja, nou ja, ik schaam me er juist vaak een beetje voor dat ik heel gezond probeer te leven. Ik heb bijvoorbeeld recentelijk een slow juicer gekocht. Oh, dit weet ik, ja. Ze maakt slow sapjes. Ja, je maakt sapjes. Maar sapjes zijn lekker. Nee, sapjes zijn lekker. Zijn echt super lekker. Maar een slow juicer. Oké, maar wat is het verschil met gewoon een pers? Nou, een slow juicer, pers het dus fijn. Dus je krijgt dan het geconcentreerde sap en de pulp. En een blender is, dat maak je een smoothie mee. Dus dan heb je al dat vruchtvlees zit er ook in. Je krijgt de wall experience. Waarom? Nou, omdat ik vind het dus heel lekker om me heel 's ochtends heel gezond te voelen als ik een gembershotje neem. Dus ik neem dat graag. Ik vind lekker het ook, gek, hè? Ik vind, echt een gekke meid. So. Kijk, en hierdoor vertel ik dit niet graag. Nou, ik heb wel eens een keer zo'n gembershot op Vander. En je voelt je daarna echt super gezond. Ik had het wel, ja. Gember is echt top. Nou, zie je. Het is ook super lekker. En je voelt je inderdaad daarna fit. Ja, gember. Het is gewoon zo heel groot dat je zoiets klaarmaakt. Ja, dat wel. Maar toen dacht ik dus ook, ik haal dan graag zo'n gembershotje. Maar als je het zelf kan maken. Heb je het al gepost op Instagram? Nee, dat dus niet. Oh. Want dan word ik uitgelachen. Nee, ik denk als je al met de enige zelfspot het zou delen op social media, dan word je niet uitgelachen. Het zijn juist die mensen die zo serieus bezig zijn met een gezonde levensstijl. Ja, dat ook niet haalbaar is. Dat ook niet haalbaar is. Nee. Van mij mag je hen uitlachen. Nou, hoe is het bij jou, Veer? Ben jij wat je bent eet? Wat je eet. Oeh. Ik kan wel genieten van het leven, ja. Kan wel ook dat ik echt vaak te veel eet. Ja. Heel vaak als ik woon dan samen met mijn vriend en we koken en hij eet echt best wel veel. Ja. En ik krijg hetzelfde bord. Gewoon automatisch. En als het op mijn bord ligt, dan eet ik het op. Dan denk ik, het is een beetje zonde als het nou weggaat. Dus ik eet gewoon wel graag. Maar ben je daar ontevreden over? Nee. Nee? Nee, ook maar niet per se. Maar qua vega en foodtrends en het milieu, en zijn jullie daar veel mee bezig? Ja,
dat wel. Ik probeer echt minder vlees te eten. Oké. Okay. Ja, lukt dat met de snacks? Ja. Er verschijnen zoveel vega-snacks nu. Ja. Telkens met de vegetarische slag is überhaupt goed bezig. Ja. Albert Heijn heeft nu eigen huismerk. Maar oké, jij bent er veel mee bezig. Ja, nee, ik vind wel dat je, als je ziet dat dat vlees ook natuurlijk best bijdraagt aan de milieuproblemen in de wereld. Ja, ja. Ik probeer ze heel erg politiek te zeggen. Ik zie ook heel serieus kijken ineens. Maar nee, ik vind, ja, dan moet je ook, je moet gewoon minder vlees eten. En ik hou van vlees, oprecht veel, maar ik heb besloten om daar meer van te genieten dan ja. Dat ik het echt... Nou, het grappige is, want ik doe dit nu 6 jaar en een paar jaar geleden werd ik echt gewoon bijna geshamed omdat ik vega snacks ging recenseren, zo'n vega chip nugget. Oh, ja? Er waren echt een paar mensen die zeggen, oh, ik eet gewoon mijn vlees hoor, lekker op de barbecue, lekker met de mannen. Wil je me vergiftig of zo? Ja, precies. En nu, wat antwoord ik je daar dan op? Ik zeg, ja, ik antwoord meestal met hallo 1998 velden. Goeie. Die wil zijn opmerking terug. Maar ja. Nee, ik zie nu vooral heel veel enthousiaste reacties. Mijn beste posts zijn allemaal vega-producten. Echt? Die nou, worden dat is allemaal echt doorgestuurd. Goed, ja. Zijn maar altijd is, de beste producten. Wat is wel laat in het nieuws was... En kaas trouwens. Voor veel. Gelukkig. Ja. Wat is wel laat in het nieuws was dat er dit jaar minder vega of meer vlees was geconsumeerd dan vorig jaar. En dan zakte ja, moed me gek, echt hè? In mijn schoenen. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Meer doe vlees. Je zo, je best maar meer dan vlees. Leven we zo erg in het bubbel, denk ik ja. dan. Ja, leven wij zo erg ook. In het bubbel? Ik weet niet hoe dat bij jou is in Breda. Is dat in die vrienden gekregen? Maar nee, maar... Ja. Ja, als maar ik ja, kijk naar mijn ja. vrienden uit Deventer, dat zijn echt... Die houden zich niet mee, daarmee bezig met dat vega en nee. dat soort dingen. Ja, ik wil zo graag inderdaad ook denken dat in heel Nederland al een soort... Ja, als een olievlek ja. rondgaat. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Nou, ik moet wel toegeven, als je dan uit eten gaat, dan vind ik het wel waard om een stukje vlees te eten. Zeker. Want dan is het goed en dan wil je er even van genieten. Maar thuis maak ik het eigenlijk nooit. Nee, ik ook niet. Volgende stelling. Mm-hmm. Mensen vinden mij om op te vreten. Hoe denk je dat mensen jou recenseren? meer als die gang, beetje de gozer, de gang maken van de groep. Ik okay. denk dat mensen mij zo zien. En wat voor snack? Wat voor snack ze mij vergelijken? Ja. een frikandel XXL of zo? Wij weten namelijk wel wat mensen van oh, jou God. Vinden. Oh jee. Jij recenseert namelijk altijd vet kritisch. Je bent goud eerlijk. Ja. Je geeft elke snack zorgvuldig een aantal sterren. Ja. En wij hebben aan je omgeving gevraagd om jou te recenseren. Ja, luister heel even mee. Ja. Wat jouw omgeving hiervan vindt. Wat gaat er nu komen? Als ik met een snack vergeleken moet worden... dan hoopt hij natuurlijk vurig dat hij met een frikandel XXL vergeleken wordt. Maar ik denk dat we hem als frikandel eigenlijk tekort zouden doen. Ik zou Eke eerder vergelijken met een kapsalon. Die bestaat namelijk uit heel veel verschillende soorten smaken en structuren. Sompige frieten. Sompige knoflooksaus. En dat is zo is Eke ook. Nu wil ik hem niet met een sompige friet vergelijken. Eke is nooit saai en hij bestaat uit zoveel verschillende soorten factoren die hem juist zo leuk maken. En waar die te koop is? Nou, liever niet. Want ik hou het liefst natuurlijk gewoon voor mezelf. Oh, zo lief. Je vriendin. Mijn vriendin. Maar ze zei een frikandel XXL ja, begin. Ja, dat ze kent me zo goed. Ze kent je echt Hij goed. Hoopt zelf op een frikandel XXL. Wat zeg ik net een paar minuten daarvoor? Ook een frikandel. Ze kent je veel te goed, hè? Ze kent me veel te goed. Maar we hebben nog een aantal mensen gevraagd. Oh god. Van jouw werk. Van mijn werk? Ja. Nee. Kijken wat ze over jou hebben gezegd. Oh. Bij de 538 ochtendshow kennen ze je natuurlijk ook een beetje. Nee, inmiddels. Joh. Komt-ie. Oh, nee. Een snackspair is een licht vette snack met inhoud of liever content, zoals dat tegenwoordig heet. Ja, je hoort het goed. Er zit iets in dat deze snack onvergelijkbaar maakt met alle andere snacks die ik ooit heb gezien. Er zit een heel lief jongetje in deze snackpapa in wording. Een social juweel. Maar hey, hoe gaat dit de geschiedenisboeken in? Geen twijfel. 5 sterren. Als ik hem moet vergelijken met een snack, dan is het een 5 sterren bouwpauw. Van buiten een beetje bleek, een beetje zompig en een beetje klef. Het is een goede snack. 5 sterren, bouwpauwtje, Eke. Een recensie over Eke. Even goed denken, want je zou namelijk zeggen dat hij overal 1 ster voor krijgt. Kledingstijl, haardracht. Maar weet je wat zo gek aan Eke is? Toch moet je hem 5 sterren geven. Dus Eke, ja, ondanks alles wat je tegen hebt, toch een volle 5 sterren van mij. Want je bent gewoon een hele toffe gast. En ik hoop dat je nog heel lang bij de 538 ochtendshow blijft. Want we kunnen niet meer zonder jou. Dat is veel te lief. Dat is toch super lief? Super lief. Maar ja,
Zompig dus. Zompig, ja. Mensen vinden jou gewoon heel zompig. Maar wat is een zompig persoon, joh? Ja, dat is iemand die uitgedijd is. Maar ik wel aardig dat ze dan niet zeggen, hij is dik. Twee mensen noemen jou zompig los van elkaar. Ja. Dat was Jelte dus. Ja, dat beschouw ik echt als een van mijn favoriete collega's. Eigenlijk iedereen bij 50 zijn mijn favoriete collega's. Politiek correct. Ja, politiek correct. Maar nee, Jelte is, vind ik echt de beste sidekick van Nederland. Zo'n grappige jongen is dat. Oh, nou leuk. Ja. En zij houden ook van jou. Ja, man. Zij zijn blij met jou. Mijn hartje ja. Klopt. Mooi bruggetje naar de volgende stelling. Ja. Liefde gaat door de maag. 100%. Sorry. Ja, we hoorden jouw vriendin natuurlijk net. Ja. Verbindt snacken jullie? Ik denk, ja, zeker. Want door haar ben ik veel meer eten gaan waarderen. Want ik kwam van de tijdperk naar dezelfde snackbar gaan. Toen bestond snackbar ook nog niet. Naar dezelfde snackbar gaan. Uh-huh. Altijd vlees, groente, aardappelen en chicken tonight. Gewoon heel simpel. En toen ik haar moest, zij liep mij allemaal dingen zien met wat je met eten kan doen. En met koken en zo. En wat leuk is aan nieuwe dingen ontdekken en zo. Ze heeft me echt uit dat moeras van voorspelbaarheid getrokken. Uh-huh. Dat ik steeds meer dingen ben gaan waarderen. Zij is eigenlijk jouw inspiratie geweest voor Snackspair. Ontzettend. Het is wel, ik ben zelf in totaal nu 7 kilo aangekomen sinds we met elkaar hebben. Maar ik was ook een heel ill mannetje. Heb je dat bijgehouden? Nou ja, ik weet nu bijna 80, ik weet nu 79 kilo. Maar ik weet nog dat voordat ik haar ontmoette, dat ik iets. Ik ben 9 kilo aangekomen, 70 wel. Dat is meer dan een kilo per jaar, hè? Ja. Ga je dat zo doorzetten? Nee, ik woog vorig jaar woog ik 80, dus ik ben wat minder gaan wegen. Dus ja, dat. En hebben jullie wel eens als jullie samen eten dat jullie een beetje food irritaties met elkaar hebben? Hoe je eet, wat je eet. Oh, leuk. Nou, het is meer aan de bereiding, die irritaties. Oh. Niet aan hoe je eet, nee. Vertel. Nee, gewoon, dan sta ik te koken. Dus bijvoorbeeld ben ik iets aan de bak en ik voel gewoon heel goed het recept. En dan komt ze langs zo in de keuken en zegt ze, moet je niet het vuur wat zachter zetten? Oh. En ik kan daar niet tegen. Ik zou het ook zeggen. Die ben ik ook, ja. Zou je niet, misschien moet de rijst wat sneller eraf. Doe je daar ui in, inderdaad. Oké. Okay. Oh, maar jij zei dat is niet leuk. Ik kan daar niet tegen, maar ik snap van haar. Omdat zij zo'n ontzettend liefhebber is. En wij zijn echt op zo gelukkig als we echt goed hebben gegeten. Ja. Dus zij wil ook natuurlijk lekker eten. Geweldig. Maar gaat, stel zij zegt dat niet, gaat het dan ook mis? Of is het dan ook echt minder? Het gaat dan mis, ja. Zie je nou wel? Ze heeft wel altijd gelijk. Ja? Ja, ze heeft heel vaak gelijk. Ja, ja ook daarin. Maar ik kan dat gewoon even niet hebben in de keuken. Nee, ik wil een gevoel van onafhankelijkheid. Ik ben een man. Je bent de chef. Nee, grapje. Ja. Maar en Jul, jij? Liefde gaat door de maag. Ja, maar dat heeft wel eventjes wat voeten in aarde gehad. Want toen ik net met Joost ging daten, was dat nog wel even een probleem. Want ik eet dus veel meer dan dat hij eet. Nee. Ik heb een soort, ik weet niet, soms denk ik wel eens dat er iets mis is met me. Dat ik eet de hele dag door. Jij kan echt veel eten. Ik heb ook vaak dat als ik wil slapen, dat ik dan nog in bed lig en dat ik honger heb. Ja, heb je geen lindworm? Ja, dat denk ik soms wel eens. Heb je dat ooit wel eens getest? Nee, maar dat heb je toch tijdelijk of zo? Ik heb geen idee. Nou, of gewoon een snelle spijsvertering. Dat denk ik, ja. Ja, toch? Ja, Joost eet een stuk minder. En toen ik voor de eerste keer bij Joost kwam, had hij gewoon nooit echt een goed ontbijt bijvoorbeeld in huis. Of hij altijd alleen maar een beetje van die crackers die zo dan helemaal ook, niet vullen. En dan was ik echt, dan lag ik daar ook met honger in mijn bed. Dan, ja, 's ochtends kon ik gewoon geen goed begin van de dag. Dus dat was wel mijn ergernis. Dus nu gewoon altijd een mueslireepje in mijn tas. Maar eet hij nu niet meer, nu die met jou is? Ja, de. Is dat een beetje toegenomen? Ik denk, hij eet wel andere dingen. Ja, je gaat toch met elkaar. Inderdaad, je inspireert elkaar. Is hij ook aangekomen sinds dat jullie hebben? Nou, dat kan ik niet zo goed zeggen. Ja. Vast wel. Joost, als je luistert. Nou, ik heb dus wel echt een voedselirritatie. Oh. Oh. Niet per se naar iemand toe, maar ik heb dit eens een keer opgezocht. Omdat ik zelf dacht, oh mijn god, hoezo dan? Ik kan er dus niet zo goed tegen als mensen heel hard ademen als ze eten. En dat kan echt iedereen zijn, maar bijvoorbeeld in de trein als iemand dan een appel of iets eet. Of ook al eerst een boterham, maar die ademt er zo hard bij, dan ga ik helemaal kippenvel krijg ik. Nou ja, een beetje zo. Oh ja, ja. Dat je zo dat gekluif hoort en dan ondertussen. Maar dan kan je ook niet tegen smakgeluiden. Helemaal, nee. Ik kan ja, echt. Is dat ook smakgeluiden? Ja, sommige mensen kunnen namelijk echt. Het is niet heel extreem, maar als sommige mensen echt smakken, dan kan ik echt
Oh, echt? Mijn eigen ademinhoud. Maar dat heet dus misofonie. Okay. Ik ben erachter. Misofonie, natuurlijk. Oh. Ja. Ken je dat? Ja, natuurlijk. Ja, dan kun je niet tegen dat soort geluiden. Ah. Maar ergeren mensen zich ook aan jou bij dingen? Waaraan ergeren mensen zich? Ja. Mooi, even de bal terugkaatsen. Nou, vast wel. Maar ik weet nooit niet... Gehoord. Nee, nooit gehoord. Okay. Nee. Hmm. Ik heet soms erger met mond open. Erger jij aan mij? Nee, ik erger je me totaal niet aan jou. Gelukkig. Maar je eet soms met je mond open? Met mijn mond open. Zo. Ja, schuldig. Ja, dat zou ik ook wel. En adem je dan ook heel hard? Ja. Nee, dat valt wel mee. Heb jij ook een leuke tip voor een snack op eerste date? Dan kom ik toch weer met die frikandelletjes. Ik zo. Nee. Het is oncharmant om te eten op je eerste date. Ja, maar zo'n frikandel XXL, die is zo lang dat je in de ene zo sleden in de vagebond. Oh, en je ja. mond aan de andere. Wel romantisch. En dan zo stukje bij stukje opeten. En dan eindigen in een hele gore tongzoen. Nou, inspiration. Leuk. Leuk toch? Ja. Maar moet ik ook nog een serieus antwoord geven? Ja. Mag. Ik, kaas of vlee. Oké. Ik weet niet of jij dat als kaasliefhebber hebt, maar gesmolten kaas, dat is gewoon seks bijna. Ja, maar dat is gewoon lekker. Zo goor lekker. Het ja. is vies, maar ook lekker. Maar heel veel mensen die niet van normale kaas houden wel van ja. gesmolten kaas. Hypocriet. Ja, mijn vriendin, ja. Ja? Ja. Hypocriet vind ik dat. Alleen maar van gesmolten kaas. Ja, mijn vriend ook, ja. Ja. Kan dat nou? Hypocriet, ja. Ja, nou ja. Dus je noemt mijn vriendin hypocriet. En mijn vriend ook. Alice. Ja. Nee, ja, dat vind ik een beetje laf. En hebben jullie wel eens een keer op een date gehad dat je ging eten en dat er echt iets... Geks. Ik vind het toch gek als je dan uit eten gaat en dat je dan allebei met een bord zit en je moet ook praten. Of hebben jullie dat dan niet zo? Ik heb nooit dates gehad dat ik echt uit eten ging, als eerste date ook of zo. Ik heb wel eens een one-night stand gehad en dat ik dus daar kende die... Nou goed, ik zal er niet veel voor uitweiden. Maar dat ik Vertel bleef, me meer. Ik, bleef ik hang aan je lippen, desnoods leg ik geld bij. Ik bleef ergens slapen. En dat de volgende ochtend de jongen... God. Waar gaat het heen? Wat havermout maakte met chocolademelk als ontbijt. Lekker. Nou. Was het heel zie? Het was. Ik wilde daar zo snel mogelijk weg. Het was zo. Ja, ik. Nou, vinden jullie dit een normaal iets? Nee, nee, maar het is dat ik zelf een enorme blunder heb gemaakt in het begin de dagen van de relatie met Alice. Oh. Want toen maakten we nog ontbijt voor elkaar, gewoon heel lief, van stapelverliefd en zo. Dan doe je echt je best voor elkaar en zo. Nu is het anders. Nu maak zij vooral ontbijt voor mij. Maar toen maakte ik ook voor ontbijt voor haar, maar de boter was op. Maar ze sliep bij mij en we waren 2 maanden date of zo, maar de boter was op. Ik had nog aangeslag en normaal maakte ik voor haar dan een boterham met aangeslag. Dus ik dacht, shit, hoe ga ik dat oplossen? Ja, ik dacht, nee, wat heb ik nog meer? Oh, ik heb ook kruidenboter. Ik dacht, kruidenboter is lekker. Chocolade aangeslag is lekker. Lekker plus lekker is ook lekker. Dus ik had het ingepakt, in een tas gedaan. En toen kreeg ik een paar uur later een appje van... Ik... Je had het meegegeven. Ik had het meegegeven. Ze was dus in de trein. Dacht ze, oh, lekker een hap aangeslag. Lekker een boterham. Even een hap nemen. En toen blijkbaar ons het uitgekost. Dus het kan... Dat is het tegenvallen. Kruidenboter, ja. Maar dat denk je echt, wat is dit? Ja, maar lekker plus lekker is toch lekker? Heb je het zelf geproefd? Nee, niet meer dan echt geproefd. Maar hoe lief dat jij voor haar een broodrommeltje klaarmaakte. Ja. Klaar ja. Wel een flinke tegenvaller. Ja. Laatste stelling. Oh. December is de lekkerste maand van het jaar. En dat hebben we ook gevraagd aan onze volgers op club.next. Bij zijn is meepraten. Hoeveel procent denken jullie dat vindt? Dus december is de lekkerste maand van het jaar? Ik denk 70%. Ja, ik mag het eigenlijk niet. Ik heb het stiekem gezien. Oh. Dus ik was al benieuwd. Wat je... Ja, stom. Ik was al benieuwd wat jij ging zeggen. 84%. Jezus. Had ik eigenlijk echt gewoon zoveel? Zoveel, ja. Dat zijn mensen vol van tradities, hè? Ja, dat is echt zo, ja. Ongelooflijk. Maar wat vind jij dan? Stelletje schapen. Ja. Nee, ik vind elke maand lekker. Ja, mooi. Kerstdiner natuurlijk. Maar ik ga ook in de maand januari lekker uit eten. Ik, het is toch elke dag een nou, feest dat vind om te ik eten. Wel echt een inspiratie eigenlijk. Nee, ja. Irene is het helemaal eens met december is de lekkerste maand. Want ze zegt één woord. Gourmetten. Zijn jullie daarvan? Vroeger hebben we altijd... Ik vind het altijd wel lachen. Ja, ik ook. Ja. Ja. Waarom niet, toch? Lekker burgertje erop. Lekker... Zo is het. Lekker, kruidenboter maar erbij. Gebruik je dan pannetjes op zo'n gourmetplaat of doe je met losse... Allebei. En dan doe je aan de onderkant paprikaatjes en zo. En aan de bovenkant... Oh, jij bent echt een geavanceerde gourmetter. Ja. Vertel me efficiënte meer. Gourmetter ben ik gewoon. Ik ben hier niet zo mee opgegroeid. Dus je niet van gourmetten? Ik leer hier graag van.
Nou, wat vooral lekker is, is kaas van nu. Oeh, daar ben ik ook wel van, ja. Heerlijk. Mike zegt nog, die stemt ook december, want chocolade, pepernoten. Nou, genoeg reden. Zo, die neemt het ervan. Hé, hey, maar Mike. Nu in deze coronatijd... gekke tijden. Ja, gekke tijden. We moeten het er even over raar. Hebben. Jij houdt dan ook wel van uit eten gaan. Ja. Maar hoe doe je dat nu? Ja, dat is wel inderdaad een grote FOMO. Nou. Het is... En hoe los je dat dan op? Ja, afhalen, bestellen. Dat is het enige wat je kan doen. Supporter locals. Want afgelopen weekend zag ik een hele Instagram story... wat jij met je vriendin had gedaan. En dat vond ik heel inspirerend. Jullie hadden een hele tour gedaan. Ja. En bij elk tentje iets anders gegeten. Doen we heel en daar een verslag van gedaan. Ja, doen we heel vaak. Vind ik ook superleuk om nieuwe dingen te ontdekken. En dan naar locaties te gaan. En dan weer een winkeltje in. Het was nu toevallig heel erg koud. Dus, maar normaal gaan we dan even naar een winkel. Ja. Of gaan we daar lunchen. Ik bedoel, als wij op vakantie gaan, dan maken wij al eerst de route langs de eetplek. En alles wat we tegenkomen, we gaan altijd van eetplek naar eetplek. En alles wat daartussen komt, gaan we dan winkelen of gaan we naar een museum of zo. Maar we kijken wel altijd wat we kunnen eten. Maar ben je ook meer gaan koken sinds de coronatijd? Nee. Oké, echt vooral afhalen? Ja, je kookte al wel, überhaupt, wel vaak. Maar echt veel koken, nee, het is... nee, ik haal gewoon veel af. Ja. En hoe doe je dat dan als je... Heb je een tip voor iedereen die de horeca naar huis wil halen, waarvan je zegt ook dit moet je doen, dit pakket moet je bestellen? Of... Ja, het is lastig, hè? Want kijk, er zijn heel veel luisteraars hier natuurlijk die niet uit Amsterdam komen. Maar ik zou zeggen, haal sowieso ooit in je leven. Je kunt het ook afhalen. Dus als je niet in Amsterdam woont, rij een keertje heen. De Beef Chief in Amsterdam-Noord. Oh. Dat is de allerbeste hamburger van Europa. Echt de allerbeste. Zeg jij? Zeg ik. En gelukkig zijn ook heel veel mensen met me eens. Beef Chief. De Beef Chief. De allerlekkerste burger ooit. Maar en verder nog een tip voor kerst? Tip voor kerst. Kerstsnack? Ik zag bij de Lidl zo'n kerstboom, zo'n kerstboomworstenbroodje ding. Dat je zo'n supergrote kerstboomworstenbrood... Eenmaal worstenbroodje. Zo'n ding of zo is iets daarvan. Oh. Dat is toch supergezellig? Ja, dat is wel echt heel gezellig. Wel een leuke tip voor alle gourmetters ook. Ja. Gourmetters? Ja, ik vind dat gewoon ook zoiets burgerlijks. Oh. Hoezo burgerlijks? Ja, dat is helemaal niet burgerlijk. Vleesbrood. Oh, mevrouw wil zeker een caviar bij de kerstdiner. Ja, naast mijn cappuccino met havermelk. Zijn er natuurlijk even in de middag een hert neergeschoten en dat is 's avonds weer op tafel. En gourmetten is ook burgerlijk. Ja, vind ik wel. Jeetje, maar dat is niet erg. Geschoten hier. Dat is niet erg. Dat is niet erg, dat is niet erg. Nee, dat is niet erg, nee. Ik hoor een waardeoordeel. Daar is niks mis mee. Laten we nog even twee luisteraarsvragen behandelen. Oké. Okay. Ja, twee vragen. Eentje is van Dook. Van? Van Dook. Dook? Ja. Okay. Friet of patat? Frietpatat. Frietpatat. Ja, dat zeg ik altijd in mijn recensies. Vind ik heel slim. Oh, ja, ik zeg altijd frietpatat. Dan kan er niemand over twijfelen. Ja, in de zuiden zeg je friet, in het noorden zeg je patat. Ja, iedereen zegt het anders, ja. De tweede luisteraarsvraag. Hele leuke vraag, dit van Nick. Welke stad zou je het liefst willen bezoeken om daar de snackcultuur te verkennen? Ja, New York weer. Verandert elk half jaar verandert weer wat. Als je naar New York gaat, dan zie je gewoon eigenlijk Amsterdam, maar dan over 5 jaar. Oeh, vet. Okay. Ik vind dat de vetste stad aller tijden. Er gebeurt zoveel. Maar en, sorry, ja. Vet New York in Nederland? In Nederland, ik vind het zuiden altijd... Het leukste, dat zou ik ook vaker moeten doen. In het zuiden heb je veel meer van die klassieke snackbars. Ik moet bijvoorbeeld de Winkie nog proberen. Jij de Winkie? Ja, ken je dat? Nee. Dat zit in Noord-Brabant. Ah. En dat is een kruising tussen een bami-schijf en een kroket. En het is één grote hit in Brabant schijf. Nice, ik ken het helemaal niet, nee. Bourgondische leven, hè? Ja. Ja, je hebt het daar veel beter begrepen. Nice. Afsluitende vraag. Okay. Ja, we willen het eindelijk weten. Ja. Ja, ik denk eigenlijk dat we het al weten, maar je all-time favorite. Ja, frikandel XL, ja. 32 centimeter lang. Echt? Ja, hij is 35 centimeter lang nu. Is hij langer geworden? Ja. Was hij dat zo is populair? Dit. Ja. Okay. Hij was een beetje enthousiast. Sorry. Ja, we hebben weer een nieuw experiment wat we gaan introduceren. Dit keer zoeken we de extreme op in de ochtend. Mm-hmm. Want we gaan letterlijk alles uit onze ochtend halen. Volgende keer hebben we Lienke te gast. Zij is van het platform Dear Good Morning. De koningin van de ochtend. Zeg je het weer? Dus straks zei ze het ook al. Koningin? Nee, dat is heel gek. Koningin. Ik kan het ook niet uitspreken. De koningin. Koningin.
Ja, zo gaat het. De queen van de ochtenden. Lienke, die gunt iedereen een heel fijn begin van de dag. Dat gaan wij dus ook ervaren. We gaan 2 weken lang vroeg opstaan en meteen sporten. Wat vind jij vroeg? Ik sta normaal 7:30 op. Ik zou zeggen 7:00, misschien 6:30. Ja, wat lag jij? Ja, 7:30, doe maar 1/2 uur eerder. Nou, poepoe, zo. Ik ben onder de indruk. Okay, 1/2 uur eerder, knassen zeg. Oké, 6:30. 6:30. Ja, haar normale opstaantijd is 6:15, zei ze. Dus ik zou uiteindelijk... Ja, het is wel echt heel ambitieus en ik weet niet of ik daar zin in heb, maar 6:00. Ga jij baas boven baas? Oké, jij 6:00, ik 6:30. En sporten. Maar Eke, jij bent dit ritme gewend. Ja. Want jij doet de ochtendshow bij 538. Ja. Ik sta elke dag om 5:00 op. Heb je tips voor ons? Jij gaat altijd op dezelfde tijdstip naar bed. Echt precies, maakt niet uit wat. Ja, want hoe laat ga jij slapen? Ik ga om 9:00 naar bed en ik ga om 9:30 slapen. Jezus, en hoe laat ga je eruit? 5:00. Dus dit is een lachertje van ons. Ja, zeg een lachertje. Ik zeg, kijk er toch ook al een beetje tegenop om... Nou, dat sporten lijkt me zo kut. Ja, daar zie ik ook tegenop. Kijk, dat vroeg opstaan, dus prima. Maar dat is tegelijk gaan sporten. Ja, dat sporten, daar zie ik ook een beetje tegenop. Maar ja. we gaan het kijken, wat dat met ons doet. Ja. Nou, tot zover de aflevering met Snacks Per over Snacks. Dit is een podcast van Club Next. Je kan ons volgen, je kan meepraten. En je kan meedenken over onderwerpen op de Instagram van... @club.next. Ik vond het geweldig dat je er was. Ik vond het supergezellig. Allemaal lekker snacken en genieten van het leven. Heerlijk. Ja, ik heb honger nu. Ik ook.